Beste collega's, helaas kan ik vandaag niet bij de netwerktafel aanwezig zijn. Dat vind ik extra jammer omdat het over data gaat. Via deze video hoop ik toch te kunnen bijdragen aan de discussie. Een eerste vraag bij strategieontwikkeling is voor mij of we de goede dingen doen. Dan ga ik naar de missie van SURF. Verhoging van de kwaliteit van het hoger onderwijs en onderzoek door ICT-innovatie. Door samen te werken met de hoger onderwijsinstellingen realiseert SURF vernieuwingen die het belang van een individuele instelling overstijgen. Vervolgens is vooral de blik naar buiten. Wat gebeurt er in onze omgeving? De politiek. Allereerst bezuinigingen. Ook SURF is niet aan de bezuinigingsoperaties ontsnapt. De extra middelen die we de afgelopen jaren mochten bijschrijven, worden voor een deel weer teniet gedaan. De topsectoren. ICT is één van de topsectoren. Het is zelfs topsectoren doorsnijdend. Heel belangrijk dus, maar ook met het risico van minder zichtbaar. Dat laatste geldt ook in zijn algemeenheid. Iedereen, ook de politiek, gaat ervan uit dat ICT er gewoon is. Dat men over state of the art kan beschikken. Wat men niet beseft, is dat er ongelooflijk veel op de achtergrond gebeurt om dat mogelijk te maken. En vooral in de ICT geldt, stilstaan is achteruitgaan. Dat wist de Queen of Hearts uit Alice in Wonderland al. It takes all the running you can do to keep in the same place. If you want to get somewhere else, you must run at least twice as fast as that. Vanuit SURF is een visiedocument opgesteld. Nederland in de hoogste versnelling. Daarin proberen we uit te leggen welke mogelijkheden ICT-ontwikkeling biedt aan de BV Nederland. Door in de afgelopen jaren goed en slim te investeren, hebben we ons gepositioneerd als de Digital Gateway to Europe. Naast de Rotterdamse haven en Schiphol kunnen wij dé datahub in Europa of zelfs wereldwijd worden. We hebben goede voorzieningen, zijn onafhankelijk en stabiel. En minstens zo belangrijk, we hebben goede mensen met verstand van zaken. Die combi van geografische ligging, infrastructuur en kennis biedt kansen. En ook op nationaal niveau zijn er goede verbindingen te leggen. Een idee vanuit SURFnet is om bedrijven die samen met kennisinstellingen werken en topsectorenprojecten voor de duur van het project aan te sluiten op de SURF-infrastructuur. Op die manier maakt MKB kennis met wat op ICT-gebied mogelijk is en hoe ze een voorsprong op concurrenten kunnen ontwikkelen. Dan het hoger onderwijs en onderzoek zelf. Dat is een ingewikkelde, want hij bestaat eigenlijk uit meerdere lagen. De bestuurders en de koepels, dan de onderzoekers en docenten en ook de ondersteuning, de bedrijfsvoering, inclusief rekencentra en bibliotheken. 25 jaar geleden hadden bestuurders de visie om samen te werken rond innovatie van ICT. Een deel van de eerste geldstroom werd bij OCW apart gezet en iedereen droeg bij naar rato van omvang. Hier speelt vooral het deel van de missie: door samen te werken met de hoger onderwijsinstellingen realiseert SURF vernieuwingen die het belang van een individuele instelling overstijgen. Volgens mij is dit nog steeds actueel. Denk je eens in dat de vernieuwingen in de afgelopen 5 jaar niet hadden plaatsgevonden of dat je ze zelf had moeten ontwikkelen. Dan stonden we waarschijnlijk net als de banken op de voorpagina vanwege onveiligheid van de netwerken. Dan waren we nu bezig om de betekenis en consequenties van MOOCs te verkennen. Dan hadden we geen standaarden om onderzoekinformatie uit te wisselen gehad. En toch moeten we hier kritisch zijn. Veel ICT is nog steeds technologie gedreven. Dat is op zich niet verkeerd. In de SURF-omgeving hebben we uitstekende mensen die vooruitzien, die trends oppikken en die voor ons vertalen. Maar tegelijk moeten we oog hebben voor de behoeften van onze gebruikers. De SURF-organisatie moet erop ingericht zijn om die behoeften op te pikken. De zienswijze van SURF is om e-infrastructuur als dienstverlening, e-infra as a service, te gaan beschouwen. Het voorwerk daarvoor is gebeurd door SURFnet, SURFSARA, SURFmarket,
Surfshare en Vensys onder één dak te hebben. En samen met NWO is het eSign Center opgericht. Nu kan vanuit deze organisatie aan verbindingen worden gewerkt en kan de klant vanuit dit geheel worden bediend. Deze beweging was eigenlijk een noodzakelijke voorwaarde om goed te kunnen inspelen op de vragen die vanuit de aangesloten partijen in het hoger onderwijs op ons afkomen. Om die vraag in kaart te brengen zijn deze netwerktafels van groot belang. Ze zijn bij uitstek geschikt om de thema's die bij aangesloten partijen leven op tafel te krijgen. Hoe we datafaciliteiten inrichten is een bestuurlijke kwestie, maar het betreft met name de onderzoekers en docenten. Zij hebben soms hele elementaire vragen. Ik was recent in Nijmegen en daar kwam de vraag om een datakluis op. Ik wil mijn data veilig bewaren en zelf een stuk toegang kunnen regelen, was de vraag. De vervolgvraag is, moet SURF daarvoor zorgen? Ik zelf denk, niet per se, maar een aantal zaken wel. SURF overziet het veld en kan initiatieven bundelen of zorgen dat instellingen en onderzoekers van elkaar leren. Dat is de regie- en verbindingsfunctie. En vanuit SURF kan worden opgepakt hoe je dat nu doet, zo'n datakluis. Wat is nodig? Is het er al? Moeten zaken nog ontwikkeld worden? Dat is de innovatiefunctie. En hierbij geldt, SURF, dat zijn we allemaal. Nadenken over hoe dat moet, hoeft niet in Utrecht in de SURF-burelen te gebeuren, maar juist samen. Als we besluiten om zaken op te pakken die instellingsoverstijgend zijn, dan moeten we onszelf organiseren. En in tijden van reductie van subsidies, in plaats van een tender een samenwerkingsproject opzetten dat op een professionele manier ingericht wordt en beheerd wordt. Ik voorzie een verschuiving van in-cash subsidiemiddelen naar in-kind samenwerking. En dat alles zonder onnodige overheid en bureaucratie. Als een voorziening er eenmaal is, komt de vraag wie de exploitatie gaat doen. Dat is de exploitatievraag. Doen de instellingen dat zelf? Verzorgt SURF deze exploitatie, bijvoorbeeld SURFnet met netwerken of SURF-SARA met rekentijd? Of wordt het door marktpartijen aangeboden? De aanpak die mij hierbij voor ogen staat is een federatief model, waarin zaken schaalbaar en opdeelbaar zijn. Sommige zaken doe je lokaal, bij de instelling, andere zaken coördineer je via SURF, op nationaal niveau en soms zelfs op internationaal niveau. Ik hoop dat we rond dataopslag niet eindigen met 14 plus 40 grote datacenters, maar dat we hier afspraken kunnen maken. Voor mezelf heb ik het volgende plaatje getekend rond data. En ik weet dat DANS, SURF-SARA en SURFnet dit veel mooier kunnen weergeven, maar het gaat me hier om de eenvoud. De front offices, het contact met de onderzoeker, gebeurt lokaal op de instelling door bijvoorbeeld bibliotheek, een reken- of datacentrum. SURF biedt via SURFnet, SURF-SARA, Market en ook het eSign Center rekenkracht, grids, opslag, netwerken, etc. En instellingsoverstijgende dataarchieven zoals DANS en 3TU Datacenter bieden voorzieningen en expertise ten aanzien van het deponeren van data, maar ook het vinden en toegang krijgen tot data. DANS en 3TU Datacenter hebben recent een samenwerkingsovereenkomst getekend, Research Data NL. Zoals de naam al aangeeft, is hier expliciet rekening gehouden met de mogelijkheid dat ook andere partijen zich hierbij aansluiten. Afstemming met dataproducenten gebeurt via een beperkt aantal gremia. In ieder geval SURF voor de infrastructuur en mogelijk nog één voor de inhoudelijke aspecten. Mijn inziens is het van belang dat het landschap helder wordt met minder partijen dan wel dat partijen zich verenigen. Concluderend, voor mij komen de volgende termen bovendrijven. Samen, verbinden en vraag gestuurd. Ik wens jullie een goede datatafel toe en ben zeer benieuwd naar de uitkomsten.